Nieuwmond Suriname heeft op 2 augustus 60.000 gallon watertanks geschonken aan 25 gemeenschappen langs de Langatabiki-weg tussen Mungo en de Merian Goudmijn. Hierdoor kunnen lokale inwoners regenwater opvangen en opslaan. Dit zegt Winston Wilson van de afdeling Social Responsibility van het goudbedrijf. De RGD Poli en het Abadu-internaat te Mungo mochten naast de wateropslagtanks ook medicinale klamboes, airco-units en scheepsbedden met matrassen in ontvangst nemen. De schenkingen vertegenwoordigen een waarde van $8,500. In het afgelopen jaar heeft Nieuwmond Suriname al aanmeerstijgers en zonnepanelen opgezet voor scholen in nabijgelegen dorpen. Vanwege de samenwerking van Nieuwmond met project CURE en het ministerie van Volksgezondheid kregen 300 mensen uit verschillende Paramaccaanse dorpen een uitgebreide medische behandeling.